Goedemorgen iedereen. Goedemorgen iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah. Vandaag gaan we dus een keer tonen wat ik allemaal gekocht heb op Comic-Con. Holland, dat was een goede beurs, maar eigenlijk wel te klein. Dus het was ongeveer een 2 uurtjes rijden, maar het was gewoon... Het was niet de moeite voor zo ver te rijden, voor dan nog een hotelje te boeken, dit en dat. Want, allee, dat was gewoon, like, als de mensen zijn die naar Facts gaan, dat was gewoon die grootste zaal, maar dan alles daarin. Versta je het? Dus in Facts heb je, denk, 4 zalen of zo. En in Comic-Con Holland was alles wat je in Facts hebt, maar dan allemaal in 1 zaal. Dus het was echt niet zo groot. Ik denk in 1,5 uur eigenlijk waren wij volledig rond. Dus Facts blijft gewoon nog altijd de beste van allemaal. Maar oké, okay. We hebben ons geamuseerd. Het was een leuke vlog. Dus ik moet maar een keer mijn vlog checken van Comic-Con Holland. Het is echt... we hebben ons goed geamuseerd. Maar dus ga ik nu een keer tonen wat we dus allemaal gekocht hebben op Comic-Con Holland. Ik heb gewoon 1, 2, 3, 4 Blu-rays gekocht en 1 DVD. Het is al dat ik gekocht heb. Dus we gaan dat nu een keer tonen. Nee, ja. We gaan beginnen bij het begin. Meestal. Hè. Het eerste wat ik gekocht heb was een horrorfilm. Dat was 1 euro op DVD. En dat was Leprechaun 2. Volgens mij heb ik de derde, of allee, ik heb al sinds 1 ervan, maar ik weet niet juist de welke. Maar al sinds 2, die heb ik niet. Dus ja, ik heb nog nooit een van die Leprechaun films gezien, dus ik ben er wel een keer benieuwd naar. Dus ja, 1 euro, Leprechaun 2, dat was geen geld. Dan de volgende film. Is op Blu-ray, was normaal 5 euro, maar ik heb het kunnen afbieden naar 3 euro. Dat is met Kurt Russell, John Carpenter's Escape from L.A. Dus ik heb dat vroeger nog gezien, Escape from New York heb ik nog gezien, maar dat vond ik niet zo'n goeie. Escape from L.A. vond ik wel nog een goeie. Dus ja, blij dat ik hem heb in de collectie. Nog een keer was normaal 5 euro, maar ik heb kunnen afbieden naar 3 euro. Dat is wel een koopje. Voilà, dus Escape from L.A. Dan de volgende film heb ik een keer een trailer van gezien. Ik weet niet of het een goede film is. Het is alsof met een bekende acteur Jason Momoa. Speel hem af zo in de bos en in de bergen en zo, dus het sprak me wel aan. En dat is Braven. Laat een keer weten of dat een goede film is, ja of nee. Ik weet het echt niet, maar de trailer zag er wel veelbelovend uit. Dus ik ben blij dat ik hem gevonden heb. En die was ook 3 euro, normaal 5 euro. En ja, ze zeiden ook, oké, okay, geen probleem. Dus heb ik hem ook mooi kunnen kopen, hè. Ah ja, hè. Ja. Goed, de volgende titel... was 5 euro dat ik betaald heb. Ik heb proberen afbieden, maar ze wonen totaal niet. Maar het is 5 euro, maar niet veel geld. En dat is de Steelbook van Back to the Future 2. Dus dat was 5 euro, maar dat is niet veel geld natuurlijk. Ik heb de eerste ook op Blu-ray. Ik ben dus blij dat ik nu de tweede ook heb. Back to the Future, classic, met Michael J. Fox. Ik sta ook met de Doc hier, of ja, ik weet niet wat hij eigenlijk noemt. Zijn echte naam, met een dien hier, stak ik op foto, samen met Leslie en met Koen. Ik heb die foto's hier nog allemaal in, maar als mijn movie room een keer af is, ga ik ze allemaal in de kader steken, ga ik ze ophangen en al, dat gaat wel de max zijn. Hoe? Back to the Future 2. Dan de laatste film was ook 5 euro, heb ik proberen afbieden, maar het was eigenlijk hetzelfde kraam van de vorige film en dat is Back to the Future 3 op Blu-ray Steelbook. Heb ik wel eerlijk gezegd, ik weet het is misschien een schande, maar ik heb die nog nooit gezien. Ik weet het, het schijnt dat hij wel de minste is van de 3. Maar ik heb die nog nooit gezien, dus ik ben er wel een keer benieuwd naar voor naar te kijken.
Maar sowieso zal wel een goede film zijn, Back to the Future. De eerste en de tweede vind ik gewoon mega goed. Dus een derde zal ook wel goed zijn, zeker. Ik weet het niet. Voilà, dat waren dus mijn titels. Ik ga nog een keer vlug herhalen. Leprechaun 2. Escape from LA. Braven, nee. En Back to the Future 2. En Back to the Future 3. Voilà, blij dat ik ze gevonden heb. Het was de max van een weekend. Ja, wat kan ik er meer over zeggen? Je zult het allemaal wel gezien hebben in de vlog. Dus voilà, dat was de video, mensen. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Het zou echt leuk zijn. Spread the word. Blu-ray Daddy 82 of Pippi Blue op mijn ander kanaal. Abonneert, het is gratis. Ja, we gaan het wel allemaal zien, mensen. Ik ben alsjeblieft al heel content met mijn abonnees hier op Blu-ray Daddy. 112 abonnees heb ik nu. En allez, mijn views zitten ook goed. Dus ik ben echt super content. Ik ben ook weer gewoon blij dat ik weer aan het uploaden ben, zowel op mijn oud kanaal of op mijn nieuw kanaal hier. Ja, ik voel mij goed, ik zit in een goede flow. Sabiet gaan we ook terug naar de rommelmarkt gaan, ga ik ook weer een rommelmarkt vlogje maken. Dus het komt allemaal goed, ik ben gewoon super content weer. Allee, goed, zeg mensen, tot de volgende keer. Hè. En ik zou zeggen misschien, salut!